Waarom deze maatregel? Er zijn dreigingen richting het gemeentehuis gekomen, waardoor wij genoodzaakt zijn om maatregelen te nemen om het gebouw te beschermen op dit moment. Dat is dus niet zomaar iemand die een beetje boos op u is? Waarschijnlijk niet, inderdaad. Om wat voor soort dreiging gaat het? Dat kan ik helaas, gezien de situatie, niet met u delen. Nee. Want? Nou, want omdat er natuurlijk onderzoek plaatsvindt en nog steeds met onderzoek bezig zijn en in het kader daarvan kan ik geen mededeling hierover doen, dan zou u eventueel contact moeten nemen met het Openbaar Ministerie. Wat zijn de maatregelen precies die genomen zijn? Nou, de maatregelen zijn in ieder geval fysiek, wat u hier achter mij kunt zien. Er worden betonblokken op een aantal plekken rondom het gemeentehuis geplaatst. En tevens zal er vanaf dit moment ook 's avonds, 's nachts en in het weekend permanente bewaking in het gemeentehuis zijn. Ja. Betonblokken, dat moet voorkomen dat hier voertuigen het plein op kunnen rijden. Ja, dan moet ik onwillekeurig aan Waalre denken. Dat zijn uw woorden, ja. Begrijpt u dat? Natuurlijk snap ik dat, ja. Daar heeft u ook aan gedacht, denk ik. Natuurlijk, ja. Ja. Dat soort dingen moeten hier voorkomen worden. Heel graag, ja. En dat proberen we in ieder geval voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat mensen in Reuzel dit ook een akelig idee vinden. Ja, klopt. Dat is ook de reden dat we aangeven, we proberen de zaak goed af te schermen. We proberen daarmee te voorkomen dat er gekke dingen gebeuren. Maar, nou ja, goed, daarmee moet het voldoende zijn. En wij hopen ook dat onze inwoners daarmee ook zien dat wij alles doen om het gemeentehuis te beschermen. Om dus daarmee ook de gemeente te beschermen. Maar kunnen mensen hier wel vrij rondlopen? Mensen kunnen hier vrij rondlopen. We hebben op alle mogelijke plekken gekeken of dat de doorgang goed gewaarborgd is. We hebben ook op het terrein van de parochie hebben we een paar blokken weggezet. In overleg met de pastoor hebben we daar gekeken dat mensen ook met rollator en rolstoelen gewoon goed toegankelijk zijn. Dus daar is overal rekening mee gehouden, ja. Is er ook extra beveiliging voor personen? Daar kan ik me niet over uitlaten. Nee. Als het niet zo was, dan zou u nee kunnen zeggen, hè? Dat had ik kunnen zeggen, maar ik laat me daar niet over uit. Nee. Voelt u zich veilig? Ik voel me altijd veilig. Hoe hebben uw ambtenaren gereageerd? We hebben de ambtenaren geïnformeerd wat er staat te gebeuren en wat er speelt. En wij hebben geen verontruste berichten of iets dergelijks gehoord van de ambtenaren. Zij kunnen gerust naar huis straks? Zij kunnen gerust naar huis en gerust gaan slapen. Ja. Hoe lang denkt u dat deze maatregelen nodig zijn? Is op dit moment lastig te zeggen. We proberen dat inzichtelijk te krijgen natuurlijk, maar voorlopig laten we het nu staan en kijken we hoe de verdere situatie zich gaan ontwikkelen.